Minister Stefan Tsang van Handel, Industrie en Toerisme benadrukt dat toerisme een prioriteit wordt binnen zijn beleid. Dit zei hij vandaag na de beëdiging van de minister van Volksgezondheid. De HINT-minister zegt dat Suriname niet slechts afhankelijk moet zijn van de mijnbouw. De president heeft ook aangehaald dat we niet afhankelijk moeten blijven van olie en goud van onze mijnbouw. En toerisme is wat mij betreft het, de... ...kruk straks hè, waarop onze economie gaat drijven. Ja, ja, dat zeker. Vroeger was het bauxiet. Ja. U zult waarschijnlijk in de komende weken zult u wel wat horen vanuit Haiti met betrekking tot toerisme. Maar u heeft er in elk geval zin in, u gaat ervoor? Ik heb er zin in, ik heb er zeker zin in en ik ga ervoor. Tsang heeft het in de eerste week van zijn ministerschap druk gehad met interne problemen op het ministerie. De bewindsman zegt dat de telefooncentrale als eerst is aangepakt. Het ministerie was sinds december, zowel intern als extern, niet bereikbaar. Ze ook niet bereiken, dus dat was als een eerste dat moest worden aangepakt. Maar u weet, we zitten met de middelen. Dus er is nu een nieuw raadsvoorstel ingediend en ik hoop dat dat snel behandeld wordt. Dat houdt ons behoorlijk op. Vervanging toe. En daar ben ik mee bezig. En in de tussentijd ben ik bezig met de verschillende afdelingen. Langs te lopen en kijken wat de problemen zijn. Kijken wat de voortgang is van bepaalde projecten. En ik hoop eigenlijk volgende week echt te starten met ons. Met de uitvoer van het beleid. Tot zover minister Stefan Tsang van HINT.